nog een verlaten huis hier in het midden van de baan. En daar zijn ook allemaal verlaten terreinen die te koop staan uiteraard. Goed, we staan hier aan de achterkant van het gebouw. En ik ga eens een kijkje binnen nemen zie ik. Oh, my. Bonjour. Maar laten ze hier helemaal op instorten. Hier. Goed, dan gaan we hier eens binnen. Super bouwvallig. Maar dat is hier volgens mij al heel lang leeg. Een trap naar boven. Maar. Dat was de gang. Gewoon letterlijk de voorkant van de straat. Oeh, kan je boven kijken dan zeker? Goh. Dat dan ook betrouwbaar is, dat weet ik niet. Goh, de zon schijnt fel vandaag. Oeh, mei. Toch maar een beetje oppassen hier. Oh, dat gaat nog naar boven. Wow, al die deuren zijn wel gesloten. Open. Dat is het meest bouwvalligste krot dat ik volgens mij ooit in mijn leven heb gezien. Oh, jongens, kunt je je niet voorstellen. Daar is nog wel een beetje behangpapier. Voor de rest. Nou, dat hebben ze toegemaakt. Hè? Deze niet. Oh. Oké. Okay. Niet echt iets te zien. Lege kamers. Nog eentje open. Waarom niet? Dus daar hebben we dat verlaten huis eigenlijk. En hier, dat zijn ook verlaten terreinen die te koop staan. Hier, zoals je kunt zien, grote tuinhuizen die hier neerliggen precies. Ik ga eens een klein beetje verder wandelen. Ah, dat zijn ook allemaal gewoon lege gronden hier. Op de zolder waar ik dus de deur opende, was dus, daar rook daar enorm naar alcohol en er lag eten. En volgens mij achter het doekje is eigenlijk een stuk van een matras. Dus ik denk dat daar krakers zitten. Op de zolder. Ik denk niet dat er iemand was, anders hadden die mij al lang gehoord, want ik heb de deur echt opgeboomd. Maar inderdaad, er zitten dus waarschijnlijk krakers in dit verlaten pand. Dus als je weet waar dat is, wees voorzichtig als ze aanwezig zijn. Waarschijnlijk zitten die gewoon 's nachts om te slapen, maar er lag eten, ongeopend, het rook naar alcohol en er lag een matras. Dus ik zou zeker oppassen. Ik ben ook niet verder gaan kijken, er moest maar eens iemand liggen slapen. Ik vertrouw het niet, zo mensen. Echt niet. Zo daklozen en zo, van die krakers. Ik heb het daar niet voor. Dus ik ben maar snel terug naar beneden gegaan. Maar voor de rest is er ook echt niet echt iets te zien. Dus ik ga hier de video afsluiten. Bedankt om te kijken naar deze video. En see you in the next Urbex video, guys. Peace out. Stay exploring.